En vandaag hebben we de aftrap van Field Lab. Het heet Ondernemen, Participeren vanuit de wijk. Dus we gaan in verschillende wijken gaan we contexten bouwen, zodat beginnend ondernemers, mensen met een uitkering die willen ondernemen, een context krijgen om zich te ontwikkelen, hun eigen bedrijf op te zetten. Kijken hoe ver ze komen, want het is nog niet zo makkelijk. Wie ben je? Met wat voor energiegedachten ben je hier gekomen en wat hoop jij er vanochtend uit te halen? Ondernemen Participeren is een experimenteel project van de gemeente Amsterdam, waardoor meer mensen de gelegenheid krijgen om te onderzoeken of ondernemen of participeren iets voor hun zou kunnen zijn. We zijn ook heel blij dat er daar al een netwerk is en dat is de adviesgroep met heel veel mensen die hier nu ook zitten. En dat is dan voor mij ook echt het Field Lab. Waar ligt de behoefte van individuele bewoners en ondernemers en hoe zij die deels met studenten, deels met bestaande krachten kunnen ondersteunen? De tour langs initiatieven, 4-5 initiatieven in ieder geval de komende maanden, waarin we ook samen met de Amsterdamse school en waarin we echt uitgaan van wat heeft het initiatief nou nodig, ook in de samenwerking met de gemeente, met de gebiedsteams, met de RIVJ, klantmanagers, om echt voldoende ondersteuningsstructuur te krijgen. Terugspeeltheater is een bestaande manier van improvisatietheater op basis van verhalen uit het publiek. Ja, wie wordt er betaald hier? Serieus, wie wordt er betaald hier? Vandaag om hier nu te zijn. Ja. Laten we met deze energie de sessies ingaan. Nou, goedemorgen, welkom bij deze workshop. Tweede workshop, workshop B, het perspectief vanuit de wijk, ondernemen participeren. En wat we vandaag in de workshop willen gaan doen met jullie is dat eigenlijk van onderaf, dus vanuit de mensen die er ook echt wat aan zouden kunnen hebben aan ondernemen participeren, proberen op te bouwen. Soms mogen we het niet zien, maar als je oog hebt voor het ondernemerschap van mensen die op een afstand naar de samenleving op de arbeidsmarkt daar, dan kun je aansluiten op die vraag. Niet wat is mijn aanbod, maar aansluiten op die vraag. Mensen zijn ontzettend inventief in het verwerven op basis van ondernemerschap. Ja. Aanvulling, een noodzakelijke aanvulling op inkomsten die ze krijgen. Maar ik krijg elke maand om geld en ik wil ook werken voor dat geld. Ik krijg geld, maar ik wil niet geld zonder dingen om te doen. Ik wil ook iets teruggeven aan de gemeenschap. Als je het over een verdienmodel hebt, moet je wel denken vanuit een vraag en niet denken vanuit een aanbod. Het is bijvoorbeeld een sociaal spreekuur in de wijk. Of een eetmobiel die maaltijden rondbrengt bij ouderen die niet slechte been zijn. Ja, ga daar maar eens een verdienmodel aanhangen. Maar bij deze doelgroep ga je vanuit dat dat tekort is. Ja. En dat je dus meer zachte hand, zou ik maar even zeggen, kan gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Maar het gaat ook over mensen zonder geld. Dus... Ja, precies. Dus ja. Die vraag is er wel, maar er is dus geen budget. Hoe kan je nou klein beginnen in een wijk? Hoe kan je daar dan oplossingen vinden? En als je dat weet, dan pas grote groeien. Dat is de relatie met Urban Mens. Ik wil eigenlijk eerst even reageren op het Field Lab. Het is een prachtige start vandaag, denk ik, voor de komende 2 jaar. Er zijn heel veel dilemma's en thema's aan de orde geweest. We begonnen hier in een hartstikke koude zaal, maar het is hier nu heerlijk warm. En ik hoop dat dat ook een beetje symbolisch is voor de komende 2 jaar. Dat we in de warmte en de gemeenschappelijkheid de verbinding met elkaar zoeken. En allerlei vraagstukken met elkaar oplossen.